Tim Braam, verdorie, weer een nederlaag. Ja, wat je zegt, verdorie. Ik denk dat we vandaag wel meer verdiend hadden, maar dat we onszelf niet belonen. Ja, het was een ander VVV, in ieder geval een strijdlustig VVV. Jullie begonnen goed, twee kansen op rij voor Verheijen, herinner ik mij. Ja, ik denk wat je zegt, we begonnen heel goed. We zetten hoge druk. Ja, en Emmen wist eigenlijk niet zo goed hoe ze ermee om moesten gaan. Alleen ontbreekt het dan aan doelpunten helaas. Dat is al een hele tijd het probleem, hè? Ja, als je denkt alle wedstrijden terugkijkt, dan hebben we denk ik met Vlagen wel hele goede wedstrijden gespeeld. En vandaag ook eigenlijk gedomineerd. Maar ja, wat ik zeg, bij voetbal moet je wel doelpunten maken, anders ga je geen wedstrijden winnen. En waar ligt dat aan? Ja, als ik dat geweten had, dan had ik dat nu wel net tegen die groep gezegd. Maar ja, waar ligt dat aan? Vind ik heel moeilijk om dat daar echt een, om daar op de zere plek mijn duim neer te leggen. Maar heb ik eigenlijk, zou ik niet durven te zeggen. En dan kom je ook nog op een ongelukkig moment op een achterstand. Want Emma had volgens mij tot dat moment nog helemaal niks, 0,0 kansen gecreëerd. Nee, ik denk dat dat de eerste keer was dat ze bij ons doel kwamen. Maar ja, ik denk na de 0-1 dat er nog niks aan de hand was. Dat we nog steeds domineerden en nog genoeg kansen kregen om zeker voor ons nog de 1-1 te maken. Maar ja, dat is ons helaas niet gelukt vandaag. Dan ga je met een 1-0 achterstand te rust in en dan moet je die hoge trap op. Ja, ik had eigenlijk alsnog wel een goed gevoel, want wat ik zeg, we domineerden gewoon. We waren de betere ploeg. Maar ja, net in de eindfase, net de eindpas niet goed of net het schot niet goed. En dan loop je toch weer achter de feiten aan. Je staat met 1-0 achter, het is rust, je zit in het kleedlokaal. Hoe is dan de sfeer in dat kleedlokaal? Zo van, het zal toch niet weer misgaan? Of hoe was die sfeer? Ja, je probeert elkaar te motiveren en juist te kijken naar de eerste helft. Omdat we echt wel veel goede dingen hebben laten zien. En dat probeer je dan mee te nemen en vanuit daar proberen juist wel een doelpunt te maken. Dan breekt de tweede helft aan. Je hebt nog 45 minuten om de zaak recht te zetten. Alles op alles. Die gaven op een gegeven moment noodgedwongen natuurlijk ook meer ruimtes weg. Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk alles op de aanval gaan spelen. En proberen om de 1-1 te maken. En dan zelfs eigenlijk nog het liefst de 2-1 te maken. Ja, en dan valt die 0-2 denk ik te vroeg voor ons. Waardoor we wel achter de feiten aanliepen. En je weer een nederlaag moet slikken. Ongelooflijk hoe de fans achter jullie blijven staan. Hè? Want het leek wel feest na afloop. Ja, dat is wel van de ene kant een trots gevoel natuurlijk dat de fans zo achter ons staan en zo in zo'n slechte tijd ons zo goed steunen. Dus dat, daar wil ik ze sowieso voor bedanken en daar ben ik wel heel trots op. Voor jouzelf zullen er al twee vreemde werelden zijn geweest. Hè? Vanavond hier in de Koel een nederlaag en net terug van Oranje onder 19 en alle drie de wedstrijden minuten gemaakt. Ja, een mooie week gehad. Maar natuurlijk, vanaf woensdag dat ik hier weer in Venlo was, ging de knop gelijk om naar Emmen. Dus heb ik die week gewoon mooi afgesloten en heb ik mijn focus weer gelegd op vandaag en op de rest van de week. Maar toch even terugkomen, dat optreden in onder 19, dat smaakt naar meer, neem ik aan. Ja, natuurlijk is het heel mooi om voor je land uit te komen. Dus laten we hopen dat ik nog meer stappen kan maken en vaker daar minuten mag maken. Dat hoop ik en ik hoop ook dat jullie volgende week bij de Graafschap in ieder geval wellicht voor een stunt kunnen zorgen. Want daar mag je dan wel van spreken, gezien de stand op de ranglijst, of niet? Ja, daar gaan we zeker voor. Dus, daar gaan we alles voor geven weer. En hopelijk dat het dan misschien een keer onze kant op gaat vallen nu.